kijkt vandaag een nieuwe video van Indraf. Yay! Vandaag gaan we jullie leren hoe wij uitmesten. Of hoe je moet uitmesten. Want ja, Lotje haar stal is altijd echt een bende, zoals jullie nu zien. Het is echt een bende gewoon. Dan moet je even het verschil kijken van Lucky en Johan. Ja, nou, dit is dus hoe Lucky zijn stal eruit ziet. En dit is hoe Lotje haar stal eruit ziet. Ze hebben, ja. De eigenaren hebben in ieder geval wel alvast het schone stro er even uitgehaald. Ja, de schone stro hebben ze alvast ingelegd voor ons, zoals jullie kunnen zien. Maar die halen we er zo uit en we gaan al het vieze stro uithalen, want Lotje is zo'n vies beestje. Dat is echt gaan we nou. Even laten zien wat je nodig hebt. En dan... Oké, dit is hoe wij uitmesten. Wij doen gewoon alles bij elkaar vegen om zo, of bij elkaar met de hark doen. En dan halen we al het vieze eruit. Zoals jullie hier zien. Ja, zo ben je wel 5 rondes bezig ongeveer. De mesthoop is een heel gevaarlijk onderdeel, want als de kruiwagen hier valt... Ja, het is wel lullig eigenlijk als het hier valt, want wij moeten alles op de mesthoop doen en niet ernaast. Dus dan zouden we alles weer in de kruiwagen moeten scheppen, ondanks dat het ernaast staat. Ja, dat is een beetje lullig. Ronde 2. We hebben ongeveer 3 rondes gedaan bij deze volgens mij. Dit vind ik het leukste gedeelte, dat is de stal weer vol gooien met stro. Ja, we hebben gewoon een zak met allemaal stro. En ja... Nu gingen we het gewoon een beetje door elkaar schoppen en zo. Dit was de video. Het is echt een hele korte video geworden. Ik had ook een outro opgenomen, alleen je ziet mijn hoofd niet, zoals jullie hier zien. Ja, heel stom. Dus daarom doe ik even zo. Dit was de video, ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende video. Doei! Dit hoort echt bij de bloopers, Anouk. Houd je nou wel? Jawel. Ja, oké. Oh, ik voel de Bart nog. Oké, leg maar neer, ja. En dan zo.